Meesken. Van harte welkom bij het slotconcert van de Snake Week in een hele bijzondere editie in 2020. Want wij kennen het net maar ook al vieren, zaten we dat band binnen en zaten we dat vlieden hier heel uitbundig DNA. Want we moeten ons oppassen aan het coronavirus en dat doen we natuurlijk omdat we elkaar beschermen willen. Maar het is best een ingewikkelde tijd van mensen die elkaar graag zien komen willen en elkaar omjermen willen. En daarom vind ik het een fantastisch initiatief van de Lions Club om dit slotconcert filmke te maken in deze bijzondere editie in 2020. En het thema eenzaamheid en vriendschap wat de Lions Club had, vind ik heel erg toepasselijk van nu. Want muziek, dat brengt dus al je bij elkaar. En ik geniet nog steeds als ik waarom denk aan de editie van vlieden hier. Want mensen van alle leeftijden die stonden hier op een kade en in een boordjes en die sprongen in de loft en die zongen en het weer gewoon een geweldige sfeer in snit. Nou, en ik denk dat dit filmpje precies die sfeer weer raadje zal. Dus ik hoop je dat je hem alle hier geniet en vooral leef! Hij zij leef! Oh. Als op je laatste dag is leef. Alsof het nooit echt af is, leef. Maar alles wat je kan, ga. Alles wat je kan, ga. Alles wat je kan. Hij vertoonde die zich had gewerkt. In het zweet, geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander in geluk. Af en toe gelachen, maar veel te veel geluk. En hij zei. Alsof de laatste dag is van je leef. Alsof de morgen niet bestaat, leef. Alsof het nooit echt af is, leef. Maar alles wat je kan, ga. Nou, we varen hier 2020 op een nogal lege gracht. Ja, jammer. Jammer, ja. Ja. Maar waarom denk je dat we met jou nu aan het spreken zijn? Nou, ik mag wel vermoeden waarom het gaat. Want 6 jaar geleden hebben wij voor het eerst een concert gegeven. Een slotconcert voor de Snake Week. Om Snake weer aan de Snakers te geven. En aan het einde van de Snake Week was nooit een feest. Het was het laatste rondje in de botsauto of het was de prijzentrekking op de stad Engeland. Maar dat was het wel. En als echte oerolganger hebben we meemaakt dat je een feest moet je openen en afsluiten. En nou, dat afsluitfeestje, dat wou ik wel organiseren. En uiteindelijk met Jan Eringa van de Basic Big Band hebben we een leuk concert bedacht. En onzemelijk stop kwam er een verhaaltje in de krant van Alle Bok. En hij dacht er wel aan een grachtenconcert. Dan wou hij het frigeurtorkest eruit nog. Dat denk ik, dat moet het frigeur, dat moeten wij doen, bliksem. Ja. Dus ik bel hem op en ik was een beetje gemeen. Ik loog even. Ik zei, dat krijg je niet voor elkaar. Die kinderen zijn allemaal op vakantie. Je moet met alles doen. En wij regelen wel. Wij maken het
het orkest wel uitgebreider. Dat noemde ik destijds de Basic HHL. Ja. En zo is het idee geboren dat het slotconcert op deze manier gestart is. Je hebt natuurlijk bijna alle keren meegedaan. De laatste keer zat je in een pomerantenbootje, maar alle andere keren heb je nog zelf meegetoeterd. Ja. Hoe was het voor jou, omdat je hebt het natuurlijk mede bedacht, georganiseerd en meegespeeld? Weet je wat het is? Ik ben pas op mijn 50ste begonnen met muziek. Nou, dat haal je nooit meer in. Maar ja, ik vond het wel. Ik vond het al. Repetities vond ik al mooi. Vond ik al prachtig. Ja, en om eerlijk te wijzen, van de hele sessie, waar ik de slechtste trompetist is, maar had wel de duurste trompet. Never gets me down. You got it tough. I've seen the toughest around. And I know, baby, just how you feel. You gotta roll with the punches to get what's free. Can't you see me standing here? I got my back against the regular sheet. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump. Might as well jump. Go ahead, jump. Go ahead and jump. Hey, where you been? Say you don't know, you don't know until it begins. Why can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. But can you see what I mean? Might as well jump. Might as well jump. Jump. Go ahead and jump. Go ahead and jump. Hey, Tail, knock yourself out. Worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump. Might as well jump. Go ahead and jump. Go ahead and jump. Come on. Terug naar de Snakers, dat is altijd gegaan van jong tot helemaal oud. Ja. Van wie kwam dat idee? En dat is eigenlijk heel goed tot de uitvoering gebracht. Nou, misschien wel bij onze familie. Mijn ouders en mijn beide grootouders, allemaal Snakers. En dat Snakers, dat zit zo in onze game. En dan is het leuk om met elkaar zo'n feest mee te maken. En er werd altijd ook heel goed georganiseerd dat er alle senioren die daar maar behoefte aan hadden bij het feest aanwezig konden zijn. Ja, dat was de Lions die dat expliciet wel doen in ruil voor hun diensten. Zeg van, dan willen we wel iets terug doen voor de maatschappij. Ja, wat we gedaan hebben is dat we verbinding hebben gezocht met ouderenzorg, thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen.
Omdat we hadden bedacht dat we graag voor de ouderen in de Sneek, dat we hun uit hun eigen omgeving willen halen en graag een mooie muziekmiddag aan willen bieden. En dat is eigenlijk ook de rol van de Alliance. Hè? De kern van de Alliance is we serve, dus wij dienen. Wij dienen de maatschappij en in dit geval hebben we het gedaan rond ouderen. En dan in verbinding brengen met muziek en de Sneekweek. En die mensen een mooie middag bezorgen. En is dat gelukt in jouw opinie? Nou, ik heb het van de mensen zelf gehoord die aanwezig zijn geweest. Gemiddeld waren dat zo'n 100 meest ouderen. En die waren razend enthousiast. Ja, die hebben een moordmiddag gehad. Ik zit er knap bij zo in de poncho. Ja, in mijn napjes. Hè? Helemaal in mijn napjes? Ja, want het regent de pijpen stil. Ja. Maar vind ik niet erg hoor. Mijn moeder zei altijd, brand is erger. Dat is waar. Dus, je hebt hier veel vaker gezeten, bij alle slotconcerten? Ja, niet alle slotconcerten. De laatste keer niet, maar een keer of vier wel hoor. Nee, dat was altijd hartstikke gezellig. Maar de laatste keer was dan de zus er niet meer. Ik denk, nou, ik ga niet meer in dat hek, want dan ben ik verplicht om tot 6:30 erin te zitten. Ja, want hoe heeft u al die slotconcerten meegemaakt? Wat dacht u toen de eerste begon? Nou, ik vind alles wat muziek is, vind ik mooi. Dus. Ik ben mens van de muziek. En dan zo lekker midden in Sneek zitten, midden op de Sneek? Ja, vind ik heerlijk. Ja. Ik zat altijd ook op een puisboot. Nou, met de puisboot denk ik ook al, iedere dag gingen we samen mee. Hè? Heen en terug, de hele week door. Ja, en dat missen we nu ook. Ja, ja. Altijd. Ja. Want dat, u bent een volle nicht van zus. Volle nicht van zus, ja. Volle nicht van zus. Dus we zijn naar onze vakantie, nou. En er waren altijd andere mensen in die Sneekers kan het allemaal wel natuurlijk. Nee, het was hartstikke mooi altijd, hoor. En dit jaar hebben we dan een jaar zonder slotconcert. Hoe is dat voor u? Ja, zonder alles eigenlijk. Nee, zo'n Sneekweek gaat het ook niet door. Dat puisboot doet ook niet door. Door en boel, hè. Maar ja, het zijn mindere dingen, zeg ik altijd. Ik ben altijd wel van de optimistische kant. En heeft u één herinnering van u zegt, dat was voor mij echt een van de beste momenten van het slotconcert? Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee. Van alles wel mooi. Ja, ik vind de Reuring altijd wel leuk, met die boten hier aan. Ik zie altijd dat mijn ogen uit de kop, nou, al die boten hier liggen, dan moet dat ze er allemaal mooi komen. Nou. Nee, ik mocht het heel graag zien, we zaten niet praten. Thank you.
heeft het slotconcert voor jou altijd betekend? Ja, als je voor mij is, ik ben een wedstrijdzieler. Dus ik ben dan Trodewieken, zit ik dan gewoon op wetten. En dan is dat een hele mooie afsluiting van zijn wieken. Dus dat is heel bijzonder. Dat het ergens, weet je, dan is het Trodewieken ben ik, dat is mijn hobby dan. Hè. Jongens, ik op een bepaald moment natuurlijk altijd wel hobby, maar dat is ik mijn werk. En dan de hele week zit ik in die boot en dan denk ik helemaal net om het jong of wat dan ook. Ik denk alleen maar om winnen of verliezen. En dan daar op het podium, dan komt dat al weer een beetje bij me koor. Dus ja, voor mij is dat altijd wel heel speciaal geweest. Het klinkt wel dat je er ook heel relaxed in ging. Ja, zeker. Ja. Nee, ja. Maar zo steen ik sowieso in het leven. Ja. En wat heeft het voor jou betekend? Wat ik heel opvallend vond aan het slotconcert is de sfeer. De verbinding tussen de snakers, jong en oud. En iedereen doet mee op zijn of haar manier. En dat is echt leuk. Je ziet in het midden de vlaggen zwaaien. En aan de zijkant de handen zwaaien. Ja, ja, dat is geweldig. Echt, die sfeer is onbeschrijfelijk, toch Jan? Dat je daar, iedereen is met elkaar. En het is gewoon een hoogtepunt in de snakeweek. Waarbij je echt de verbinding voelt tussen iedereen. En dat... Ja, dat proef je op het podium en dan staan wij natuurlijk op misschien wel het mooiste plekje. Want wij kunnen dat helemaal zien en proeven en beleven. En dat is heel mooi mee te maken. Ja, ik vind dat dan heel mooi om te zien. Meestal die echt genieten hebben ze mij. Dus, ja, en onze backstage, er is niet echt een backstage natuurlijk, dat is daar. Dus ja. wij, daar staat het tentje ook van, nou, als wij niet hoeven te zingen dan... Dan staan we daar. Hey, nou zitten we hier op een mooi plekje, maar waar zitten we nou precies? En ook in relatie met wat gebeurde er in 2015 hier voor jullie deur? Nou, ik zal het kort vertellen. Op een gegeven moment kwam meneer Alep ook bij mij met het verhaal van wij willen hier een concert geven. Voor de mensen, voor de bejaarden die met de snakeweek overlast hebben gehad en al die dingen meer. We hebben gezegd, hij vroeg mij, hij zei, wil jij ermee in steun? Ik zei, ja, ik zeg, maar je moet maar zeggen wat ik moet doen. Ik ben een gastheer, dus ik was alleen maar bezig met die artiesten en die Maria verzorgde hierachter al het drankje op tijd. En de afloop van het concert was altijd het verhaal van, nou, hoe je nu wat eten, maar het is een klein hapje. Dat gebeurt allemaal achter het scherm. Maar wij zijn twee mensen die vinden het leuk om te doen voor mensen die al jaren leven en die niks meer om hen heen hebben, dat het hier allemaal op een gracht kan gebeuren. Dan heb je dus mensen als Venema, die werken eraan mee. Iedereen doet eraan mee. Dus ook één geheel, één familie op een gracht. Ja, het was altijd, het was gewoon onze Sneekweek. Ja. Ja, want de Sneekweek zoals het vroeger was, is er voor ons niet meer. Dus dit was, vonden wij altijd geweldig. Het was ook, het eerste jaar was Marleen van Dijk. Was een klassiek geschoolde zangeres. En... Nou, die heeft zich hier dus ook omgekleed. Alle zangeressen en solisten, die kwamen hier altijd. En ze vond het zo leuk. En toen zong ze het Ave Maria. En toen zei ze tegen mij, zing ik speciaal voor jou. Nou, had ik echt, krijg er nog kippenvel van.
Hoe is voor jullie de zomer zonder slotconcert? Ja, wel jammer. Normaal zit ik hier gewoon te dansen. Ja. En zou je nu wel zin in hebben? Ja. Ja. Hoe vind jij het dat er geen slotconcert is? Ja, ik vind het heel jammer. Sowieso dat alle activiteiten die Snake heeft stopgezet zijn. Want de zomer is altijd zo mooi, Snake. En zonder slotconcert, ja, dan moeten we zelf maar wat bedenken. Ik weet het niet. We gaan wel, we blijven gewoon wel lekker de stad ingaan en van Snake genieten. Maar ja, we kijken uit naar het eerstvolgende slotconcert, wat weer helemaal zoals vanouds zal plaatsvinden. En je bent al een paar keer bij het slotconcert geweest. Hoe vond je dat? Heel erg gezellig en heel erg sfeervol en leuk. En zag je daar ook andere kinderen? Ja, ik heb een vriendinnetje meegenomen vorig jaar. Nou, ze heeft Megri en ze weet nog niet heel veel van Friesland en Snake. Dus ik dacht, het is wel leuk om haar mee te nemen, want ze komt zelf uit Syrië. En hoe vond zij het? Heel erg gezellig. Ja? Ja, ze danste ook heel erg. We staan te schommelen in de bootjes. En te zingen en te dansen en ja, mooier kan niet eigenlijk. Nee. Heel gezellig. Ja. Ja. En we staan hier op een brug, omdat je hier natuurlijk ook vaak spectaculaire diensten hebt gehad. Hoeveel diensten heb je hier gehouden? Hoeveel diensten hebben we gehouden? Tot nu toe 3 diensten. We zijn 4 jaar geleden benaderd door Snake Promotion. Hadden een prachtig plan, er was hier altijd al een mooi plateau waar het slotconcert op werd georganiseerd. En we zeiden van, zou er niet iets meer mogelijk zijn? We hebben met elkaar vergaderd, hebben gezegd van nou, misschien moeten we hier iets gaan doen. Zo kwam eigenlijk de eerste Snake Week dienst, rockdienst, tot leven. Ale Bok had een voorganger gezien, die heet Jan Andries de Boer. En die heet dan de Rock Dominee. Nou ja, dat klinkt heel stoer natuurlijk. En zelf heb ik ook conservatorium gestudeerd, ik hou van muziek. En ik dacht van nou, dat is op zich wel te gek om een rockdominee in te huren. Nou, 3 jaar geleden is hij hier gekomen, samen met zijn band, zijn U2 band. U2 coverband is dat. En hebben we het voor het eerst georganiseerd. En nou, de kerkdiensten zijn altijd goed bezocht. Ja. En voor sommige mensen ook een van de beste herinneringen ooit eigenlijk aan een slotconcert. Veel mensen... okay. Jij bent er natuurlijk 3 keer sowieso prominent bij geweest. Wat is jouw beste herinnering? Wat mooi, wat leuk dat je dat vraagt. De beste herinnering aan zo'n Snake Week dienst. Nou, met name de allereerste keer. Super spannend. Nog nooit zoiets georganiseerd. Ook niet van deze omvang. Super professioneel, alles opgezet. PR, techniek. En we hadden met andere kerk afgesproken. We gaan eerst met elkaar barbecuen. Dus we hebben 's ochtends een dienst. Gaan we lekker met elkaar barbecuen. Gezellig door de stad heen lopen hier naartoe. Ik weet nog dat ik van die rockdominee... een muziekstander moest meenemen voor zijn papiertje, dus zo liep ik hier door Snake heen, zeg maar. En toen moest het gebeuren. Geen idee hoeveel mensen er komen, geen idee of het goed wordt of niet. Hè. Je moet het ook loslaten dan. En tot onze verbazing stond het helemaal vol. Mensen super enthousiast, de hele kaders vol met mensen, super goede band, super goed optreden. En ja, het meest mooie moment wat ik me herinner is dat de U2 band, dat die zanger op het bootje stapte van Bert. En over het water, en ik zat een beetje van de kade af, zeg maar. Dus ik zag bijna het water niet. En dan ging hij bijna over het water heen zijn nummers zingen. Nou, dat vond ik zo. Dat was echt een kippenvel moment. Dus nou, klinkt misschien een beetje zweverig, maar ik voelde me bijna hemel, in hemelse sferen, zeg maar, op dat moment. Ja.
zijn er momenten dat je denkt, dat staat me zo helder? Concert, ja, dat was de U2 coverband. Dat was echt, wat ik zeg, dat was top. Het was ook meer mijn muziekkeuze natuurlijk. Klassiek vind ik ook natuurlijk prachtig, mooi, maar dit was toch de happening wat ik zei van top. Hier staat je nog goed bij. Ja, ja. Nou, jij was natuurlijk de techneut, de weertechneut. Waar lette jij specifiek op als het concert eraan zat te komen? Nou, speciaal op de westenwind natuurlijk. Wat dat betreft, die tent die staat hier altijd perfecto. Want ja, meestal hebben we westenwind. Voor het geluid, die gaat dan heel mooi over het water. Dus hebben die bootjesmensen er veel profijt van. Als je oostenwind hebt, ja, dan staat die tent natuurlijk verkeerd. Moet je niet hebben. Hey, en dan moest je ook, gaf je echt advies of wat deed je bij het slotconcert? Ja. Ze belden, van tevoren hadden we al een paar keer vergaderingen en zo. En dan was gewoon van, nou, als het weer slecht wordt, meld het even. En is het goed, dan horen we helemaal niks. Dus ik hoefde in feite helemaal niet zo vaak te bellen, want meestal was het dus goed. Heel af en toe een buitje. En dat was ook de reden waarom je eigenlijk betrokken raakte bij het slotconcert? Ja, ze wisten mij wel te vinden. Ja. Dus ik werd heel vaak al gebeld bij sommige evenementen. Ja, heel happening. Dat jij daar een deeltje in bij mag dragen, dat is... Ja hoor, ja, ik heb zelf een droom. Ben ik met begonnen in 2013 en ja, dan weten ze me ook wel te vinden, de gemeente. Dus bij zulke evenementen zie je mij dus ook met een droom. En ik vind het prachtig vanuit de lucht alles... op te zetten. En hoe heb je zelf die slotconcerten altijd ervaren? Ja, heerlijk hè, wat dat betreft. Ja, ik vind het echt top dat Snake zoiets organiseert. In de stille stad, ik heb eigenlijk nooit van mij weken af. Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En ik half past four and a shifting gear. Yeah!
Ik was vorig jaar voor de eerste keer bij het slotconcert van de Sneekweek. En ik vond het fantastisch. Ik heb ongelooflijk genoten omdat het een soort explosie is van allemaal gevoelens op het eind van de Sneekweek. En dan zien we elkaar allemaal, alle leeftijden door elkaar. En mensen dansen en zingen op de kaders en in de boten en met vlaggen zwaaien. Ik heb dat echt uniek gevonden. En klopt het dat we u ook hebben zien zwaaien met een vlag? Ja, dat klopt. Maar dat is, je wordt zo geraakt en je gaat zo mee in de emotie. En je voelt mee met de betrokkenheid van iedereen. En natuurlijk zwaaien dan, dan kun je toch niet stilstaan. Dit jaar hebben we geen slotconcert. Wat betekent dat voor u? Dat we een slotconcertloze zomer hebben. Ja, we gaan een hele andere zomer met elkaar tegemoet. Hè? Dus niet met grootschalige evenementen. Dus de Sneekweek kan helaas niet doorgaan. Het slotconcert kan niet doorgaan. Maar we hebben wel behoefte aan ontmoeting. Dus we moeten het op een andere manier organiseren. En dus houden we ons aan die maatregelen. We gedragen ons allemaal heel verantwoordelijk. En daarmee beschermen we elkaar ook. Maar muziek, ja, dat heb je nodig. En je hebt de ontmoeting nodig. Dus daar verzinnen we nieuwe vormen voor. Nou, het is niet onopgemerkt gebleven. Jouw organisatiekracht met vele anderen, zoals je zelf ook al zegt. Niet alleen hier met slotconcert, maar ook met de Samenloop voor Hoop, Fonteincommissie. Wat je niet allemaal al gerealiseerd hebt. Ja. Maar dit is ook nog eens een keer een niet geheel toevallige dag. Je hebt iets moois in je handen. Ja, ik laat het even zien. Burgemeester Jan Witske Vries heeft mij vanmorgen denkbeeldig opgespeld. We moesten wel binnen anderhalve meter blijven, dus mijn vrouw mocht hem opspelden. Maar de koning heeft het behaagd en bla bla bla. En ik ben hartstikke trots op dat ik dit heb gekregen. En het heeft Sneek ook behaagd, denk ik. Ja, denk het. Ja. Ik denk het. Ik denk niet, ja, als iemand het niet mee eens is, dan moet hij het maar zeggen. Maar anders hebben ze pech. Dat is nu te laat. Jij hebt hem nu gekregen. Ik heb hem gekregen, dus, ja. Hey, en dit is natuurlijk wel een ultiem bewijs van jouw inzet voor iedereen. Ja. Ja. Maar zelf heb je vast van, dit is natuurlijk heel erg mooi, maar wat is voor jou de grootste waardering die je gekregen hebt? Nou, ja, het klinkt misschien het applaus. Ja. Gewoon het feit dat je het doet. Het applaus hier als het concert is afgelopen. De momenten dat je de waardering van heel veel mensen om je heen krijgt. En natuurlijk is het mooi dat een burgemeester of een wethouder zegt, Halen, goed gedaan jochie. Maar uiteindelijk doe je het voor alle mensen in de stad, ons Sneek. Ja, uiteindelijk hopen we dat we volgend jaar gewoon weer een ouderwets slotconcert kunnen organiseren met alle mensen in de bootjes en op elkaar. En dat er dan een dusdanig medicijn is of vaccin waarvan je zegt, nu kunnen we weer een feestje bouwen. En dat is de wens, denk ik, die iedereen heeft. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free.
Dankjewel. Wat ik een hele mooie herinnering aan het slotconcert vond, voor mij persoonlijk. Ik heb er dus twee keer zwanger gestaan, maar de laatste keer waren beide kinderen met de familie aanwezig, met koptelefoontjes op, aan het luisteren en aan het meegenieten van het concert. Ja, dat vond ik echt een hoogtepunt. Ja. En vrijwel alleen maar bekenden op het podium zelf, natuurlijk allemaal Sneekers of Vriezen. Ja. Ja. En in het water natuurlijk ook alleen maar bekenden. Ja, dus het is, ik ben hier om de hoek, ik ben hier achter, echt 50 meter hier. Dus dat, voor mij is dat echt twee stappen en dan stier ik op het podium. Ja. Dus als ik naar de wc moest, dan koel ik gewoon thuis. Nou, dat heb ik nog nooit, man. Ja, en het gebeurt natuurlijk niet zo vaak dat je met zo'n groot orkest op het podium staat. Nee, dat precies. Allemaal kan. Hè? Met inderdaad strijkers erbij en een zo vette big band. Ja, dat is echt te gek. Dat is te gek. En goed, wist je wel. Bijna goed en bijna allemaal eigen kweek. Nou, dat win je voor zelf werk. Eigen kweek. Hey, je hebt een gitaar bij je voor de show, neem ik aan? Ja, het is gewoon... Oh, ja, okay. Nee, ik kan er niet eens op spelen. Nee. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zijn leven. Nou, wat ik eigenlijk tegen de mensen wil zeggen die niet bij het concert kunnen zijn, is dat we, hè, ook al kunnen we elkaar fysiek niet meer opzoeken, weet dat we verbonden zijn. Als mensen hebben we elkaar nodig om elkaar te steunen, elkaar te helpen, te begeleiden, op te vangen als het moeilijk wordt. En mag deze documentaire daar dan in bijdragen? Dat ze mogen weten dat we aan ze denken, met ze mee willen leven. Dat we elkaar niet uit het oog verliezen, ook niet in deze tijd. Ja, ik wil tegen alle senioren zeggen, mensen, houd moed. Geniet van elkaar en soms omarm elkaar op afstand. Maar geniet ook van alles wat er is, want het leven is ongelooflijk de moeite waard. Alles wat je kan. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, oh, dat wel. Maar veel te veel gehuild. Is er tot slot nog iets wat u wilt zeggen tegen iedereen over het slotconcert? Dat die wal hier dan klaar is, hè? Dat dat netjes is. Ze rollen er nou weer neer hier. Maar ik wens in ieder geval allemaal prettige dagen met de Sneekweek. En we niet de kermis op. In de hully-gully. Wilt u nog iets specifieks tegen alle senioren zeggen? Dan moeten ze zich voorbereiden volgend jaar op een gigantisch feest. Pak alles wat je kan en ga.